Deelnemers, start vrij. Vierde koers, dames en heren, is de Prix Ideal du Gazon. Onderdeel van de Silver Challenge. De 7 is geschrapt. Er blijven 9 paarden over. En het meest gespeeld is paard nummer 6, Usky Litoral. Rick Ebbingen liet in het interview weten dat hij tevreden zou zijn met plaats 3-4. Want hij zegt, er staan goede paarden in, maar de wedders hebben hem verkozen als favoriet. Paarden gaan op weg naar de startvakken. Paarden weer bij de startvakken. Draai de baan op. Start is gevallen. Weer een prima start. Starter Beukema heeft ook vorm vandaag. De leiding wordt genomen door Touperine. Aan de buitenzijde daarnaast komt Tiberius. En plaats 3 is voor de first scoop. De eerste band is heel goed weg. Galoppade van Usky Litoral. Rick zei het al in het interview. Die bandenstart, dat is moeilijk voor hem. Dat blijkt ook, want hij begint nu als laatste aan het karwei. Maar hij heeft nog 3 ronden de tijd om van de laatste plaats naar voren te komen. Leider is Touperine. Die komt als eerste de rechte lijn overzijde in. De tweede plaats Tiberius. Dan valt er een gat naar de first scoop. En die wordt gevolgd op plaats 4 door Topas Litoral. Dan weer een hele tijd niets. De vijfde plaats is voor TomTom de Zagier. De zesde plaats heeft een goede start gehad. Titania Yil. Die ligt dus zesde met Stefan, maar gaat nu van de benen. En daardoor is de zesde plaats nu voir Russicat Royal. Zevende plaats Cisco du Soir. Uitgeschakeld nummer 10. Galop nummer 10. En achtste is Usky Litoral. De opening 1-21-1. En zo gaan de paarden de linkerbocht in met Touperine vooraan. Touperine wordt gevolgd op anderhalve lengte door Tiberius. En daarachter komt dan een tijdje niets tot aan de first scoop. En de first scoop heeft in zijn nek hijgen Topas Litoral. Dat zijn de eerste 4. En zo komen ze de rechte lijn voor de tribune weer in. Als ze straks de finish passeren, nog 2 volledige ronden te gaan. En het tempo wordt nog altijd gemaakt door Touperine. Dat is net wat voor Tom Kooijman. Lekker gas geven aan kop. Het mooiste is dan als je daar ook kan blijven. Rob de Vlieger blijft aardig bij hem in de buurt met Tiberius. De rest voorlopig niet. Alhoewel het gaatje kleiner wordt. De first scoop loopt er ietsje naartoe. En daarachter gaat ook met hem mee Topas Litoral. De vijfde plaats volgt dan TomTom de Zagier. Daarachter is het Russicat Royal. En dan Usky Litoral. Zo zijn de paarden in de rechterbocht. Nog altijd Touperine aan de leiding. We hebben nog ruim 1800 meter te gaan. Op de tweede plaats daarachter Tiberius. Daarachter is de first scoop nu bijna op de rug van Rob de Vlieger uitgekomen. Daarachter ligt al een hele tijd op de rug Topas Litoral. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Vijfde plaats, tweede pelotonnetje, wordt aangevoerd door TomTom de Zagier. Daarachter Russicat Royal, die heeft nog helemaal geen haast met Robin Verkammer. En daarachter volgt dan Usky Litoral. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Gebeurt weinig in deze koers. Tempo is gelijkmatig. Tempo is hoog en wordt gemaakt door Touperine en Tom Kooijman. En die gaan weer op weg naar de linkerbocht. Touperine op de tweede plaats daarachter. Nog altijd in de slipstream. Rob de Vlieger met Tiberius, maar die laat nu een gaatje vallen. Daarachter de first scoop en daarachter volgt dan Topas Litoral. TomTom de Zagier heeft het gaatje nu bijna dichtgelopen naar Topas Litoral. En achter hem aan gaat Russicat Royal en daarachter gaat naar het tweede spoor Usky Litoral. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. En als ze straks een ronde verder zijn, dan komen ze de laatste rechte lijn in. Maar zover zijn we nog niet. Tom Kooijman zou dat wel graag willen. Want hij gaat nog altijd heel comfortabel met Touperine. Touperine komt voor de tribune langs met nog een ronde te gaan. Touperine op de tweede plaats daarachter. Tiberius heeft het bit weer opgepakt. En daarachter op plaats 3 de first scoop. Vierde plaats voor Topas Litoral. En de buitenzijde Usky Litoral. Dan TomTom de Zagier. En er gebeurt nog helemaal niets met Russicat Royal. Hij zit er heel rustig achter Robin Verkammer. 900 meter voor het einde. Een van de favorieten. Maar op dit moment heeft hij weinig haast. Cisco du Soir gaat nu bij hem binnendoor. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. Koploper geeft nog maar wat gas bij. Het is Touperine die nog altijd leidt. Tiberius tweede. Dan de first scoop. En daarachter is het Topas Litoral. Door het derde spoor gaat u naar voren Usky Litoral. En het tweede spoor... Uitgeschakeld nummer 5. Galop nummer 5. Is nu voor Russicat Royal. En TomTom de Zagier gaat ook in de aanval. Er gebeurt wat in het achterveld. De tussentijd was nu 1:15:05. Probeer dan maar eens naar voren te komen. Tom Kooijman is op de vlucht geslagen met Touperine. Touperine gaat als eerste
de laatste bocht in. Op de tweede plaats daarachter volgt Tiberius. Daarachter op plaats 3 inmiddels Topaz Littoral. Moeilijkheden voor de first scoop. Die valt een beetje stil. Aan de buitenzijde TomTom des Agen. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. En Touperin gaat nog altijd als een winnaar. Touperin komt als eerste de laatste rechte lijn in. En dan hoeft hij nog maar 200 meter. Zou hij dat vol kunnen houden? Van start tot finish 3100 meter vooraan. Het is Kooijman die het wel gaat proberen. Touperin leidt nog altijd. Aan de buitenzijde komt dichterbij Topaz Littoral. Het is Touperin die leidt. Ze lopen ietsje in, maar lang niet hard genoeg. En dus weet Kooijman wat er gaat gebeuren. Hij gaat hem winnen. Het is Touperin die als eerste binnen is. Tweede plaats voor TomTom des Agen. En de derde plaats daarachter voor Tiberius.